In de categorie U vraagt en wij draaien is dit een nieuwe video op de PTK. Ja, U vraagt, wij draaien. Ik had een video gemaakt over, waar ging dat ook alweer over? Het ging over, de nieuwe setup. Dit hier allemaal en de computer enzovoort. En toen werd er gevraagd in de reacties, Pet, zou je ook eens wat meer achter de schermen kunnen laten zien? Er is nog een video online gekomen over achter de schermen bij de livestreams. Maar de specifieke vraag daar was eigenlijk, kan je eens wat laten zien over hoe je de video's maakt? Dat is een algemene vraag, hè? Nou ja, U vraagt, wij draaien. Hoe maak ik de video's? Nou ja, er zal veel gesproken worden in deze video. Ik ga ook wat laten zien in deze video. Maar over het algemeen is het veel praten, omdat ik heel weinig kan laten zien. Nou goed, hoe maken wij de video's? Ik ga even beginnen bij pretparken. Laat ik even beginnen bij pretparken. Bij pretparken maak ik alleen maar vlogs eigenlijk. En zo een enkele keer nog een onride en een offride. Maar dat komt eigenlijk nooit meer voor. Van tevoren bedenk ik een beetje van, wat wil ik nou gaan doen in dat pretpark? En vaak is het gewoon vloggen. En met vloggen bereid ik bijna niks voor. Geldt ook op de kermis. Vloggen bereid ik op de kermis helemaal niks voor zelfs. De camera gaat aan en we zien wel wat er gaat gebeuren. Ik licht wel van tevoren de mensen in met wie ik ben van, hey, ik wil gaan vloggen. Vind je dat oké? Wil je meedoen? En that's it. Maar voor de rest, de camera gaat aan en we kijken gewoon wat er gaat gebeuren. En er komt gewoon iets uit. En vaak is dat gewoon leuk, want iedereen weet wel welke kant ik op wil met de vlogs. Dat moet een vlog wezen waar je ook wel lachen, maar ook wat informatie in zit, weet je wel. Er moet wel iets van verhaallijn in zitten. Maar over het algemeen amusement, lachen. Want dat is wel een beetje wat mijn kanaal bezighoudt, het lachen. Dus dat weet iedereen wel. Hetgeen wat je in de vlog ziet is ook niet gespeeld of zo. Hè? Mensen denken dat wel eens dat er gespeeld zijn, dat we in ons hedendaagse leven niet zo zijn. In ons hedendaagse leven zijn we ook niet altijd zo. Ik bedoel, ik heb ook een hele serieuze kant. Ik bedoel, dat zie je ook in dit soort video's. Ja, dat is niet altijd lachen leuk en we gaan grappen maken. Grapje hier, grapje daar. Dat is zeker wel onderdeel, maar niet alleen maar onderdeel. Wel is het zo dat als de groep samenkomt of een gedeelte van de groep, dan ontstaat er altijd een soort van chemie, ook buiten de camera. En dan wordt het grappen maken, gezelligheid creëren. En dat is de chemie van de groep. Maar goed, ik bereid dus niks voor. Ook als we naar een pretpark gaan, bereid ik niet voor. Alleen ik heb in mijn hoofd van, dit wil ik laten zien. En dan niet van, ik wil die attracties laten zien. Of ik wil per se dat laten zien. Nee, wat wil ik in de vlog laten zien? Meestal kom ik dan uit op vaak een combinatie van iets van het park laten zien. De sfeer van de dag laten zien. De sfeer van het park laten zien. En humor erin leggen. Nou ja, die humor, dat gaat allemaal automatisch. Dat is niks voorbereid. Als je humor voorbereidt, dan vind ik het hele slechte humor. Ik hou ook niet van cabaretiers. Dat is allemaal van tevoren voorbereid. Dat is allemaal van tevoren helemaal op papier gezet. Dat soort humor hou ik niet van. Ik hou van die spontane humor, een spontane grap. Daarom wordt ook geen één grap in een vlog voorbereid. Hoe zit dat dan met de kermissen? Nou, kermissen, voor de vlogs zei ik net al, er wordt niks aan voorbereid. De camera gaat draaien en that's it. We zien vanzelf wel wat er allemaal gebeurt in die vlog. Met een kermisbezoek moet je eigenlijk naar iets meer dingen kijken. Dan kijk ik ook nog wat meer dingen van tevoren. Ik kijk naar, wat wil ik op die kermis gaan doen? Wil ik bijvoorbeeld een speciale attractie offriden? Wil ik een onride experience maken? Daar denk ik een beetje van tevoren over na. In de praktijk, als ik er ben, denk ik nog een keer na. Ga ik het nu doen, ja of nee? Het ligt natuurlijk aan de rit, het ligt aan de show, het ligt aan mijn eigen gevoel. Ik bedoel, ik kan wel eens op een kermis lopen dat ik er helemaal geen zin in heb om het idee uit te voeren wat ik in mijn hoofd heb. Nou, dan gaat het ook niet door. Dus dat zijn allemaal aspecten waar ik rekening mee hou. Voordat ik een kermis ga bezoeken, denk ik ook altijd na van, ga ik een kermis e-test opnemen? En een kermis e-test vind ik altijd leuk om dat samen met iemand te doen. Want dat is niet zozeer dat ik echt het kermis eten ga testen. Ja, ik test het wel en ik beoordeel het wel. Maar het is eigenlijk meer ontstaande kermis e-test van, ik wil laten zien dat de kermis eten is en wat voor kermis eten het is. Dat mensen misschien denken van, hé, ik ga daar ook eens een keer eten, weet je wel. Dus het is meer een soort van reclame videootje als, van, ik ga echt serieus het eten lopen reviewen. Dus vandaar dat het vaak de nadruk ligt op humor. Nou, daar denk ik dus van tevoren over na, want daar moet ik mijn microfoon voor meenemen. Dus dan neem ik mijn microfoon mee.
Als ik dus een kermis eettest wil opnemen. Interview denk ik ook van tevoren over na. Bereid ik van tevoren ook vaak een beetje voor. Niet helemaal, want het moet een beetje spontaan lopen ook zo af en toe. Maar de hoofdvragen die bereid ik voor. En dan zoek ik even contact op met de exploitant via Facebook of zo. Of ik vraag de kermis ervoor, weet je wel. Van kunnen we een keertje een interview doen? Nou, en als dat zo is, dan gaan we dat interview opnemen. En dan heb ik dus ook een microfoon voor nodig. Dus daar denk ik wel een beetje over na. GoPro gaat altijd wel mee. Deze camera gaat altijd wel mee. De vlogcamera die is optioneel om mee te nemen. Neem ik niet altijd mee. Ik vlog ook wel eens met deze camera op de kermis. Maar dat is net of ik zin heb om een vlog op te nemen. Soms komt het ook ineens spontaan dat ik een vlog wil opnemen. Dat dus. Kermis eettest wordt ook niet voorbereid dat je denkt van nou ik ga eventjes van tevoren dat kraam alvast testen dat het eten goed is. Nee, dat is gewoon spontaan. Wij hebben zin in dat en dan begint de kermis eettest. Denk daar van tevoren wel een beetje over na moet ik zeggen hoor. Ik denk daar wel over na van hè, wat, ja, welk wil ik gaan laten zien, welk kraam en welk wil ik gaan beoordelen. Dat is dus de voorbereiding naar een kermis toe. Daar denk je over na. Maar vuurwerk ook, je denkt van tevoren een beetje over die video na. Niet helemaal, want het moet spontaan mogelijk blijven. Dat is een beetje de steekwoorden bij de Patrick H. Het moet grappig wezen, het moet spontaan zijn. Een video moet spontaan overkomen. Niet dat alles van tevoren bedacht is. Maar het moet toch wel wat kwaliteit hebben dat je toch wel iets moet voorbereiden. Maar de spontaniteit, dat ligt bij mij heel hoog in het vaandel. Dat ga, je zo meteen, ga ik zo meteen ook laten zien in de editing. Tenminste, ga ik zo meteen vertellen in de editing. Dat daar nog steeds dat spontane, dat moet hoog blijven. Een stukje humor, maar dat gaat automatisch. Wil ik nog wel even wat zeggen over Halloween. Want Halloween is dan eventjes een vlogje apart. Ook daar denk ik natuurlijk van tevoren over van wat wil ik daar gaan laten zien. Nou, en daar hadden wij afgelopen jaar een hele duidelijke rolverdeling. Jeffrey was voor de informatie. Want hij wist heel veel van al die scares af en van die spookhuizen af. Dus Jeffrey was voor de informatie. Ik was de presentator die alles bij elkaar lulde. En zo af en toe een leuk grapje tussendoor. En Kelly was ook voor de grappen. En iedereen eigenlijk was voor de mening. Hè? Jeffrey was voor de mening, Kelly was voor de mening en ik was voor de mening. Dat werd een combinatie en ik vond dat een hele leuke vlog om zo te zien. Vind ik heel erg geslaagd. Dus ja, als we dit jaar zal het wel niet wezen, maar volgend jaar weer gaan, ja, dan denk ik dat ongeveer dezelfde verdeling wordt als dezelfde groep meegaat. Dat is natuurlijk ook de vraag. Nou goed, dat is dus het voorbereidende werk. Nou, dan een dag van tevoren ga ik, eigenlijk 2 dagen van tevoren, voordat ik naar een kermis ga of een pretpark, dan ga ik kijken naar mijn camera's. Want je moet goed met goed materiaal op pad gaan. Zijn de microfoons opgeladen als ik die meeneem? Zijn de camera's opgeladen als die mee zijn? En zo nee, ga ik die, dan moet ik die oplaaien. Dat is nogal simpel. Dus alles moet gereed zijn. De dag van tevoren ga ik nakijken, want ik heb daar wel eens een foutje mee gemaakt. Of de SD-kaartjes erin zitten. Ja mensen, de SD-kaartjes die slingeren hier wel eens rond. Als ik dan een montage heb gedaan van een andere vlog of video, maakt me niet uit wat. Review. Dan slingeren die hier wel eens rond. Maar ik moet zeker weten van tevoren dat ze erin zitten. Want als je op de kermis staat en de SD-kaart zit er niet in, ja, dan kan je helemaal niks van opnemen. Dus dan sta je daar voor lul. En dan kan ik je vertellen, ik heb het een keer gehad. Dan baal je verschrikkelijk en dan wil je maar één ding. Dan zeg ik terugrijden om dat SD-kaartje. Want je wilt toch eigenlijk een video maken. Omdat het namelijk je passie is. En omdat je het leuk vindt om dat te doen. Dat is dus ook een ding. Dan heb ik nog een dingetje vergeten met kermisjournaal. Kermisjournaal maak ik heel script van. He, daar zet ik een script van en ook daar weer ga ik spontane dingen tussen zeggen. Script, dat bedenk ik zelf. Tenminste, dat bedenk ik zelf niet. Ik pak het nieuws, maar ik ga de tekst vermaken zodat het mijn eigen tekst is. Dat het wat lekkerder, wat begrijpelijker is. En dan ga ik het maken. En als ik het maak, dan komen er altijd nog dingetjes spontaan tussendoor dat ik daar mijn mening over heb. Dat ik daar mijn mening over ga geven of dat ik nog wat informatie gezien heb dat ik er nog, dat ik in mijn hoofd heb. Dan ga ik dat nog bij zeggen. Nou, dat dus. Nou, dan op de kermis. Ja, dan op de kermis. Of op een pretpark. Ja, dan is daar een combinatie van goed in je hoofd houden wat je wilde. Zorgen dat dat goed overkomt in de video. Dus dat hetgeen wat je in je hoofd hebt, dat dat ook komt. En de vlog lopend houden. Als je een vlog maakt, moet het lopend blijven. Dus je moet iedereen goed aansturen.
Tenminste, je moet dat in goede banen leiden, zodat je wel de controle over de vlog houdt. Dat lukt niet altijd om de controle erover te houden, maar dat probeer je natuurlijk altijd wel zoveel mogelijk te doen. Controle mislopen is op zich niet verkeerd, want dat houdt de vlog wel heel erg spontaan. De video blijft dan heel erg spontaan. Het is alleen dat je het een beetje in binnen de lijnen houdt. Dat je nog wel dat je eigen idee is. Nou, daar ben ze mee bezig. En hoe breng je iets in beeld? Waar ga je staan om iets te filmen? Hoe ga je dat doen? Op een drukke kermis is dat soms best lastig om de goede plekken te vinden. Ja, wat zijn nou de mooiste plekken waar jij gaat staan om je video op te nemen? Daar blijf je altijd mee bezig. Dus waar ga ik staan? Wat zeg ik in mijn video? Wat is mijn mening erover? Als je over een kermis loopt, dan blijf je altijd bezig met wat zou nou hier op de kermis verbeterd kunnen worden. Want dat neem je mee in je eindbeoordeling ook. Wat gaat er goed bij een attractie? Wat gaat er niet goed bij een attractie? Ja, en die niet goede dingen, ja, die moet je ook benoemen in je video. Heeft mij een paar keer de kop gekost. Maar toch moet je die benoemen in je video. Want daar kan een exploitant van groeien. Als je dat zegt. En ook over organisatorisch met de kermis zelf. Ja, je kijkt gewoon van wat kan er nog beter. En wat kan ik benoemen in mijn review. Want dat is namelijk een review. En daar ook weer grappen en grollen in een review. Dat komt allemaal automatisch. Weet je wel. Dat verzin je nooit van tevoren. Dat is altijd wat er spontaan ontstaat. Maar je bent dus altijd bezig van hoe kan ik het mooi beeld brengen. Wat wil ik. En dat bekijk je gewoon ter plekke op de kermis, weet je wel. En wat kan ik zeggen over de attractie? Ja, dat komt ook allemaal spontaan op. En zo af en toe pak je dan een site erbij. Als je dan echt heel erg diepgaande informatie wil geven. Bijvoorbeeld, dit was de eerste eigenaar. Toen kwam hij op de Nederlandse kermis. Hij komt uit de fabrikant, weet ik vaak wel uit mijn hoofd. Maar dat soort dingetjes, die kan je zo af en toe nog eens bijzoeken. Dan pak ik mijn telefoon erbij en dan zoek ik dat even op. En dan achter de camera wordt dat... Ik spreek ook op de kermis, live spreek ik alles in. Waardoor het weer spontaner is. Vroeger deed ik het wel eens voice-over, maar die tijd is al lang voorbij. En tegenwoordig is het gewoon allemaal live op de kermis gedaan. Dus ik sta echt op de kermis achter de camera te spreken. Nou ja, dan kom ik thuis. Heb ik mooie beelden gemaakt. En dan komt de editing. En die editing, als je een beetje fatsoenlijke vlog maakt op de kermis of een review maakt, dan is die editing niet eens zo heel veel werk. Dat valt best mee. Bij een kermis waar de druk er hard op zit, waar ik de eerste wil zijn of de tweede wil zijn, maar in ieder geval snel wil zijn met mijn review online zetten, dan kom ik 's nachts thuis en ik zet gelijk, ik importeer mijn beelden op de computer. Dus ik ga niet wachten tot de volgende dag, nee, want het is verloren tijd. Nee, ik doe het gelijk op de computer zetten. Dan de volgende dag word ik wakker en dan ga ik gelijk achter mijn computer zitten. En dan begint de editing. Ik heb dan het programma voor me staan. En dat is dit programma. Dat is dit programma. Dat is Video Magic Video Deluxe Premium. En daar ga ik dan de video in monteren. Een vlog begint altijd zo. Nou, ik kies dan een voorstukje uit. Die komt dan hier te staan. En daarachter komt dan de intro. En dan begint de vlog. Bij het monteren van die vlog kijk ik alle beelden helemaal af. Dat moet je. Je zet ze erin, je zet ze achter elkaar, je kijkt alle beelden helemaal af. Slechte dingen knip je eruit, goede dingen laat je erin zitten en zo verloopt die vlog gewoon van voor naar achter. Daar is eigenlijk niet zo heel veel speciaals aan. Nou ja, off-right, on-right is helemaal niet zo speciaal. Ik bedoel, die pleur je erin en that's it. Intro ervoor, outro ervoor. Nu heb ik voor de intro en outro heb ik een trucje en ik ga jullie dat nu even proberen te laten zien. Ik ga dat laten zien van een review. Eventjes kijken. Een review even. Ik heb bij elke review heb ik een standaard iets staan. Dat is natuurlijk gewoon de vorige review. Want een review, daar is de basis altijd hetzelfde van. Hè, alleen de beelden zijn anders en wat je zegt is anders. Maar de basis, dat is altijd hetzelfde. Ik bedoel, je begint... Ik ga het je even laten zien. Je begint daar met de intro. Nou, ik kan het je even laten zien. Wacht even, zet ik even mijn speakers aan. De intro. Hey, hij doet het niet eens. Nou ja, dat is dus de intro. Maar ik snap niet dat het geluid het niet doet. Daar moet ik nog eens even naar kijken. Want dit is op de nieuwe computer ook. Dus
Nou, dan krijg je dus dit. Dat is de naam die je dan in beeld ziet. En daar komen dus de beelden allemaal te staan. Hier. Nou goed, die beelden die zet je erin. En die worden ook helemaal nagekeken. En that's it. En dan aan het einde is dat ook al voorbereid. Kijk, hebben we hier bijvoorbeeld... Kijk, beste show is... En dit is dan de review van de basis van Geer Raasbergen. Dus hier zou dan beste show is, dat blijft dan staan. En dan komt dan de beste show precies op het moment dat ik dat zeg in de outro te staan. Hetzelfde geldt met het eindcijfer. Dat is allemaal basis, dat moet ik alleen maar aanpassen en that's it. En dan aan het einde staat dan de outro, staat er helemaal klaar. Ja. En ook dat is goed, alleen daar moet dan eventjes nog de audio bij. De audio heb ik gewoon staan op mijn computer, dus die zet ik er nog bij. Maar ik heb dus altijd gewoon een basis, dat ik dat niet hoef te doen. Want daar steek je dan veel tijd in en dat is onnodig tijd. Nou, dan kan ik het hier nog uitmixen, weet je wel. Dat gebruik ik eigenlijk bij die reviews niet zo. Bij de microfoonvideo's wel. Als ik een handmicrofoon heb, dan meestal dan tune ik de microfoon er even na. En dat hij net even wat lekkerder klinkt, dat vind ik dan mooier. Dat hij even wat zwaarder klinkt, dat hij even wat warmer klinkt. Dat stel ik dan hier nog eventjes allemaal achter de schermen in. Dus je kijkt zo'n video echt helemaal na. Je mixt hem helemaal uit. That's it. En dan gaat hij de render in. Nou, dan komt hij op mijn computer staan. En vanuit de computer gaat hij dus, als hij klaar is met renderen. En dat is met deze computer vrij snel. Met de oude computer was dat traag. Daar had ik echt een hele nacht nodig om te renderen. En dan gaat hij de upload in op YouTube. Nou, als hij op YouTube staat, dan ga ik er een titel bij bedenken. Ik ga een thumbnail maken en dat doe ik. Een thumbnail maken doe ik hier. Dat kan ik je wel even laten zien. In het programma Photoshop. Adobe Photoshop. Nou goed, dan kan je dus teksten toevoegen. Je kan de foto nog extra bewerken. En ik pak meestal een screenshot uit mijn review of uit mijn video. En daar maak je dan een thumbnail van. Hè? Dat kan je hier allemaal maken. Zo. Dat is allemaal. Als je daar meer van wil weten, moet je dat opzoeken op internet. Dat ga ik niet helemaal in detail uitleggen. Maar er wordt een thumbnail gemaakt. Nou, goed, dan ga je dus op YouTube. Ga je dus de titel bedenken. Je gaat de beschrijving bedenken. Meestal bij een review probeer ik een paar attracties erbij te zetten. En ik doe er een verhaaltje bij maken. En that's it. Eindschermpje erbij. Dat doe je ook al in de bewerking uiteraard. Maar eindschermpje erbij. Dat allemaal. Eindschermpje, kaarten. Alles doe je instellen. Je plant hem in en dan komt hij online. Dat is eigenlijk alles wat je moet doen. Dat klinkt nou heel makkelijk, hè? Dat je denkt van nou, ik heb deze video gekeken. Patrick, je had twee vingers in de neus. Ik ga ook video's maken. Vergis je er niet in, mensen. Overal steek je heel veel tijd in. In het van tevoren nadenken. In het uitvoeren op de kermis. Nou, dat is natuurlijk het leukste werk. Het uitvoeren op de kermis. Maar ook in de namontage. Er zit gewoon werk in. En je kan er zoveel mogelijk werk van maken als je wil. Nou, ik ben altijd een beetje simpel in het monteren. Ik ben niet zo van de poespas allemaal bijvoegen. Af en toe vind ik dat wel leuk om een poespasje, grapje, dingetje erin te doen. Maar normaal is het gewoon altijd een beetje recht toe, recht aan bij mij. En niet echt heel erg spannend. Maar je steekt er wel tijd in. Ik bedoel, ik ben met een review, een uur, anderhalf uur, ben ik een beetje zo bezig met monteren, weet je. Je moet toch alles nakijken. Een vlog nog langer en misschien wel twee uurtjes ben ik daarmee bezig. Nou ja, dan nog. Het zijn allemaal stappen die je doet waar je gewoon tijd in steekt. Maar dan is het eindresultaat, ja, zoals ik nu doe op de PTK. Ik heb een jeukende neus, mensen. Verschrikkelijk. Nou ja, eigenlijk kan ik er veel meer niet van zeggen. Ik kan er nog wel één ding van zeggen. De video zoals ik ze maak, is voor 90% een kwestie van gevoel. Ik bedoel, ik zit er nou hier wat te omschrijven, maar het is eigenlijk gewoon een kwestie van gevoel. Ik ben begonnen met iets, ik wilde dat steeds verbeteren. En het is nu gewoon een kwestie van gevoel. Ik kijk elke keer hoe het is en daar kan ik dan nog op verbeteren. Maar je doet het met je gevoel. Je doet het niet met je hoofd, je doet het met je gevoel. Want je hoeft niet alles 100% uit te denken. Op een gegeven moment heb je zoveel kennis dat je alles gewoon op gevoel kan doen. En dan pas maak je de mooiste video's. En dat probeer ik te doen. En dat denk ik dat redelijk lukt. Ik weet niet of het een interessante video was. Voor mij had het niet gehoeven, maar de vraag was er om dit te doen. Ja, ik kan het ook niet echt beter uitleggen als dit. Dus misschien dat het nog onduidelijk is, ja.
Ik heb nu toch een beetje proberen uit te leggen hoe het is. Het is moeilijk, hè? Een gevoel wat je hebt, de manier van video's maken om dat uit te gaan leggen op YouTube. Maar goed, ik heb het geprobeerd. Ik hoop dat het wat interessants is geworden. Bedankt voor het kijken. Abonneer op dit kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En we komen heel snel weer terug, hopelijk. Zeker als de coronatijd voorbij is, mensen. Dan rammen we hem er weer in met veel kermisvideo's en misschien ook wel pretparkvideo's. Bedankt voor het kijken en graag tot de eerstvolgende livestream hier op de PTK. Mensen, hou je gezond en toedeledokio. Tot de volgende keer hier op de PTK. Doei! En nu komt de outro. Ja, nu komt de outro.